Het nieuws in 1 minuut. Een man van 28 is aangehouden voor de moord op Jan Diephoorn uit Hengelo. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord. Het lichaam van de 59-jarige Diephoorn werd vorig jaar gevonden in het Twentekanaal bij Amdelde. Een medewerker van Rijkswaterstaat zag het lichaam drijven. Overijssel houdt een eigen gerechtelijk arrondissement. Dat heeft de Eerste Kamer besloten. De rechtbanken in Almelo en Zwolle fuseren tot de rechtbank Overijssel. En de rechtbanken in Arnhem en Zutphen vormen samen de rechtbank Gelderland. In het onderzoek naar de moord op de Almeloze Nathalie Wijnreder is belangrijk bewijsmateriaal niet onderzocht, zegt de advocaat van de ex-vriend van het slachtoffer. Een stoel die ooit werd gevonden is niet onderzocht op DNA-materiaal en andere sporen. Verkeer op de A28 bij Zwolle ter hoogte van Hessenpoort heeft last gehad van file. Een auto en vrachtwagen kwamen bij het inhalen met elkaar in botsing. Tijdens het ongeval kon het verkeer alleen gebruik maken van de vluchtstrook. Het weer, morgen kans op regen en maximaal 18 graden.